saya penasaran ini setelah 32 tahun gimana ini dengan orang yang aku pernah syuting di sini. Sama nggak yang kan sekarang? Beda tapi mirip tuh. Sama adik ya. Demi apa ini? Ini mereka kata ini Pak Jumar. Iya kali itu saya itu. Ini sepertinya paling akrab dengan. Iya mulai. Itu Pudin itu. SD kelas 3 kalau nggak salah itu. Nah itu orang tuanya milik warung ya. Iya. Sama met mijn partner kwam ik voor het eerst in Lebak in 1987. Precies 100 jaar na Milton Tully's overlijden. We maakten een reportage voor de radio met de Max Havelaar als reisgids. Ook maakte ik een videoopname van de plekken die genoemd worden in het boek, zoals het moeilijk te bereiken dorpje het Badur, waar het verhaal van Saidja en Adinda zich afspeelt. Ja, dat betekent niet meer. Ubay bawa Multatuli ke Lebak atau Multatuli bawa Ubay ke Lebak? Multatuli bawa saya ke Lebak. Di situ nggak niat melawan ya. Saya hanya berkarya. Yang ingin disampaikan oleh Multatuli ya orang Jawa dianiaya. Bisa dilihat dari kisah Saijah dan Adinda sebagai representasi dari masyarakat kecil yang terdampak. Nu, 32 jaar na mijn eerste bezoek, wil ik teruggaan naar Lebak. Maar deze keer om te kijken hoe het gaat met het volk. En een antwoord op mijn vraag krijgen hoe het met het arme volk van Lebak is vergaan. Nadat Multatuli vertrok. Kami minta tanda tempat bahkan di sini Saijah Adinda, orang sini asli. Juga minta sejarah dari A sampai Z. Datangkan ke rumah saya. Saijah Adinda dalam Max Havelaar itu ya tetap Saijah Adinda yang ada di kepalanya Multatuli.